23 juni, zaterdag. Ja. Onze eerste dag van de vakantie. Zij ons op de grote brek. Ja, we gaan binnen door richting Heeg of Galemadammen of Stavoren, we zien wel even. En gewoon even lekker rustig beginnen, want het is toch wel weer windkrachtje 5, 6 denk ik op het IJsselmeer. En hier gaan we nu over de brekken. En nou, je bent al een vakje er mooi bij. Dus dat dat zeilt eigenlijk ook hartstikke leuk eigenlijk. Over de motor niet aan. En we waaien mooi zo richting de... Hoe heet die dan? De Starreburg. De Starreburgbrug. Oh ja, Jeske ging terug naar achter. Ja. Mooie scootsies achter u, hè? Ja, vier stuks. Nou, ondertussen zitten we op het bij Heeg op de Vlussen. En nou, hier is het wel lekker druk met bootjes allemaal. Ik zit natuurlijk veel zeilscholen. Dat, Nou, we zitten op de Vlussen. Zometeen over in de Morra. We zijn een aardig eentje op weg. De wind is wat gezakt. Het is nog steeds fris. Het is een uurtje of kwart over vier of zo, denk ik. En we dobberen een beetje zo richting de Galemadammen. Waar we waarschijnlijk gaan overnachten. En we hebben alleen het fokkie op. Want we kunnen alleen met het geultje varen. Dus dat is ons te veel moeite om hier het grootzeil te hijsen. To be honest. Nou, dat was het. Dat zeg ik. Nou, 24-6. We liggen aan de Galemadammen. Mooi rustig. Gelegen vannacht. Het weer is nog niet zo heel fraai. Maar het is wel bijzonder mooi liggen. En heel rustig. Dus dat was heel leuk. Bij de camping. En we gaan nu naar Staveren en dan door naar Makkum, is het plan. Oh. Ik had wel vanochtend op de kade gefilmd al. Oké, okay. Ja. Dus heb je wel verteld hoe lekker we daar geslapen hebben aan de steiger. Ja. Oké, okay. Dus dit is dag 2, dat heb je ook al gezegd. Ja. Oké, okay. Nou dan is dit het vervolg van dag 2. Door de sluis bij Stavoren en nu het IJsselmeer weer op en warempel, we hebben weer harde wind. En ik net een lief bietje. Dus we hebben weer een rif in het zeil en het vakje. En een rif in de fok. En zo gaan we dus aan de wind naar Makkum. Dus we botten. Hakken. Ja, hakken dan Makkum. Nou, 25 juni, met vertraging uit Makkum.
Vijf over drie in de sluis bij Cornwedderzand, de Lorentsluis. En het is niet zo druk. Wel een motorbootje langs, maar goed, dat kan wel. En wij hadden wat problemen met het rolsysteem van de FOK. Dat wilde niet voldoende uit- of oprollen. Dus we zijn bij Sales Center in Makkum geweest. We hebben er nog wat gevet. En we hebben een paar keer proef gedraaid en toen draaide die weer. Dus we hebben goede hoop dat het allemaal goed komt. Onletter. Nou, het is 26 juni, dinsdag. Wij hebben Harlingen verlaten en zijn onderweg naar Vlieland. Je kijkt nog een beetje skieterig. Nou, met die gele hier als er dichtbij. Ja, dan moet je iets omhoog. Ja, dus ik zit van hij zaait me af. Ja, dan moet je dus met die, dan moet je die stroom doodvaren. Ja, nou, dat voel ik niet. Ja. Nou. Nou, Chinese nachtmerrie. Ik heb niet aan het woord gekregen. Het is wel goed ook. Dat is wel goed. Die 34 loopt niet uit hoor. Huh? Theoretisch zou dat dan. Nou, daar komt ie. Jeanette met haar nachtmerrie op de achtergrond. Yeah.